Welkom iedereen, we hebben een nieuwe aflevering van de Pokémon Soling Generations Galar editie. Vandaag eerst een korte team recap, want er was niks van ons team over aan het eind van de vorige sessie. Nou ja, kom weer naar mij. Toegeven, dat was Dreadnought en Ludicolo bleef nog leven. Natuurlijk, Preston bleef leven. Oké, beginnen met Belfast de Durant. Met Iron Head, Crunch, X-Scissor en Dick, die gekoppeld is aan Harm's Ductrio. Ja, Newcastle met 80 HP maar. Wauw. Met de moves Dick, High Horsepower, Slash en Night Slash. High Horsepower, met welke benen? Ja, dat vraag ik me ook af. ik vind het geen idee. Je zegt Newcastle, maar volgens mij heet ook een van mijn Pokémon zien Newcastle. Maar ja, Dan heb ik Carlisle, de Bronzong met Sin Headbutt, Gyro Ball, Extra Sensory en Heavy Slam, die gekoppeld is aan Harm's Sock. West Ham met de moves. Zen Headbutt, Retaliate, Brick Break en Dig. Oké, wel. Vraag je, heeft hij Sturdy? Ja. Nice. Dan hebben wij Cambridge. De Trevenant met Poison Jab, Hornleech, X-Scissor en Shadow Claw. Die gekoppeld is aan Harm's Morgrem. Met de moves, Throat Chop, Sucker Punch, False Surrender en Dark Pulse. Jij bent zometeen echt blij wanneer die fairy type is, hè? Wanneer die Grimmsnarl wordt, want dan leert hij ook nog fatsoenlijke fairy moves. Ja. Ah, hier is die. Newcastle. De Litwick. Met Psychic, Shadow Ball, Energy Ball en Flamethrower. Ninetales, Tottenham. Met de moves. Flamethrower, Inferno, Extra Sensory en Fire Blast. Het is echt bizar. Ninetales is bullshit. Maar dat heb je met al die. Dat heb je met al die evoluties met stenen. Je kan meteen alle moves leren, want ze leren normaliter niks. Bizar. Het is heel simpel. Je doet een flinke damage mee. Dat is mooi. Dan heb ik Oxford to Beware met Body Press, Strength, High Horsepower en Brutal Swing. Die gekoppeld is aan Harm's Snover. Oh. Ondertussen Abomsnow. Abomsnow. Met de moves Ice Punch, Ice Beam, Razor Leaf en Magical Leaf. Geen Woodhammer? Kan hij misschien nog leren. Moet die volgens mij nog leren. Oké, en laatste Preston de Ludicolo met Sand Headbutt, Ice Beam, Energy Ball en Scald. Lester. Dreadnought, sorry. Met de moves Rock Tomb, Waterfall, Jawlock, en Muddy Water. This is going to be sick. Ja, ondertussen houden we nog een klein stukje doen van Beat. En moet nog de route door, dus ik ga ondertussen gewoon Pokémon Camp spelen. Are you kidding me? Ja. Oké. Okay. Oh, ik zie een item. Max Survive, ja, daar heb ik ook echt wat om. Had ik er maar wat om. Morgen, Beat. How is it? Ja, het eerste is, zometeen heb je dat stuk van Beat heb je gehad. En dan zie je Beat voor de rest van de game eigenlijk niet meer. Ja, man. Oh my, you again. Nou, kom dan. Maak je af. Hoop ik. Hoop ik vooral. Ja. Dit is wel toepasselijk. Een Trevenant in Glimbo Tangle. Echt waar. Flamethrower. Burn, bitch. Oké, leuk voor je vriend. Ja. Light screen. Nog een keer flamethrower. Ja. Nee, puur kijk ernaar, want ik ben nu zelf ook een beetje gaan rondkijken. Des te meer je ziet van Sword and Shield, des te meer glitches erin zitten. Het is bijna net zo erg als Gen 1. Je kan al zien wat voor Pokémon in het ei zit. De stats, moves, etc. kan je gewoon zien voordat het ei ook nog maar gehashed is. Je kan het ei zelfs evalueren, hoorde ik. Ja. Bizar. Dit is echt. Ik ben heel eerlijk, dit is echt onzin. Is het ook. Want je weet hoe die dance werken, hè? Als je gewoon de tijd voor aanpast, heb ik gekeken meteen door. Ja. Yeah. Je kan de datum aanpassen en meteen het juiste weer. Ja. Yeah. Toch even, het juiste weer kan je voor 2 maanden niet doen, omdat dat postgame is. En daar baal ik op zich wel een beetje van.
Want de leuke Pokémon zoals bijvoorbeeld Sableye werkt alleen maar in Heavy Fog. Hmm. Dus ja, dat vind ik wel jammer. Ja. Huh. Ja, voor de rest, ja, het is... Des te meer je van de game ziet, des te meer denk ik echt van... Jongens, wat voor rushfest was dit? Dit is al even... Deze game is compleet gerust. Maar even serieus, puur kijk het hierna. Wat is, kijk, een paar dingen doen ze heel goed. Het is heel makkelijk om in deze game in competitive te komen, omdat... Vitamins kan je gewoon gebruiken tot max. Hmm. Breeder gaat sneller. Items krijg je makkelijker. Abilities kan je makkelijker checken. Dus al die dingen maakt het een stuk makkelijker. Maar het is wel zo van, oké, maar als je geen competitive fan bent, wat ben je dan aan het doen? Want mijn zwager heeft soort vorige week gehaald. Is nu bij route 8 en die vraagt zich af van, ja, hoeveel moet ik dan nog eigenlijk? Ik denk ik ben op de helft, toch? Ja, je bent inderdaad op de helft. Helft van de game, die helft qua tijd. Ja, raar. Nee, maar het is echt raar. Het is een beetje treurig. Ja, en dat is ook het mooie aan deze, als je puur kijkt naar deze serie of het algemeen. We hebben nu alle gens gehad. En je zit hier ook zo in van, terugkijkend. Hoe ver waren we op dit stuk ongeveer in andere games? Nou ja, dat valt op zich wel mee. Godverdomme, natuurlijk avoided the attack, 95% accuracy en nog mis je. Want je bent nog steeds bezig met de beat. Yep. Oké. Nee, beat heeft tenminste nog een beetje ontwikkeling. Marnie, zo van, oké, Marnie, wat wil je? Heb je bijna van. Ja. Zo. Jezus Christus. Ponyta is sneller dan een fucking Ninetales. Dat is niet zo heel gek. Het is een paard, hè? Ja, dus. Alsnog. Met Tails er ook niet snel. Nee, klopt, maar het is een ander soort paard. Ponyta en Rapidash zijn echt een racepaard. En Mudsteel is echt zo'n werkpaard. Het is echt een Clydesdale paard. Hm. Nou, Beat is verslagen, gelukkig. Ik had eigenlijk... Kijk, totaal geen tv meer, hè? Of maar weinig. Niet, nee. Heb je iets meegekregen van de ijzersterkste? Nee, niks. Heb je enig idee wat voor programma dat is? Nou, ik heb een promo gezien, maar ik zag er zo knol erin. Ik dacht gelijk, nou, dat ga ik nooit voor mijn langzaamse leven kijken. Nou, ik vind het best geinig, ook als Enzo, ik vind het best geinig om te zien. Die Enzo kan best goed schaatsen, hoor. No joke. Ja, maar schaatsprogramma, het is zo C-sport, jongen. Het is toch geen sport? Je zegt het niet wel tegen iemand die 10 jaar heeft gedaan, hè? Ja, dus. Ik vind het... Ja, ik kan het niet daarentegen, maar ik vind... Ik kan het echt niet. Maar moet je niet op schaatsen zetten. Maar ik vind het... Schaatsen kijken op tv, ik vind het ook zoiets nutteloos. Het is een rondje. Ja, het is, of in een ovaal... Een soort ovaal schaatsen. Ja, ik heb er niks mee. Maar ja, iemand anders kan er weer wel wat mee hebben, natuurlijk. Nee, kijk, ik vind het wel mooi om gewoon het te zien. Want dan zie je ook gewoon de mensen het ook flink proberen. En natuurlijk, je zit altijd om één ding te wachten. Tot iemand op zijn bek gaat. Ja, vooral dat, ja. Want zegt de naam Kees Bout jou iets? Nooit van gehoord. Oké. Die is eruit gegaan de vorige keer. Ik vind het wel zijn, want heel veel van die mensen kunnen net schaatsen of hebben net een keer hoge noren aangehad toen ze klein waren. Dus, leuk. En je hoort vooral eens een keer Jan Smit te vloeken, dus dat is ook wel geinig. Zo van, godverdomme, ben eindelijk over die kut finish. Dus ja. Dat vind ik wel humor. Sorry, ja, die geschiedenis, hartstikke leuk, maar... Skip. Geef ze me weer 2 vijf. Ja, dank je. Direct verkopen. En hadden we nou een counter in de bos? Ja, in de bos hadden we al gehad. Dat was voor jou Morgrem en dat was voor mij... Hup, Phantom. Even snel healen en dan... het bos in. Ja. En lekker het gym gaan doen. Ja, heb je enig idee wat de antwoorden zijn op de vragen? Nee. Oké, dan help ik je er wel doorheen. Ik weet niet eens wie ik in moet gaan zetten. Nou, het is Fairy, dus Steel Poison heb je niet. Heb je iets met een Poison Move? Of iets met een Steel Move?
Moet ik even kijken. Het zal wel niet. Maar wat ook een goede optie is. Ninetales is ook op zich wel een goede optie hoor, want Fire Resist Fairy. Ik heb geen enkele Poison of Steel Move. Oké, okay, dan ga je gewoon Ninetales gebruiken. Maar als ik het goed heb, Opal heeft een Mewile, dus dat scheelt sowieso al. Ja, die hebben ze. Inderdaad. Ja, ik vind dat echt de meest kansloze gym die er is. Met die vragen, het slaat echt nergens op. Ach, het is een beetje hetzelfde als Blaine destijds. Alleen ik vind dit keer iets geiniger, omdat je ook daadwerkelijk iets ermee kan doen. Maar als je de vragen goed beantwoordt, mooi, krijg je een buff. Beantwoord je zegt, die buff. Ik weet niet, ik vind het wel geinig. Okay. Een Big Rude. Ja, boost training moves beter. Hop, 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 hop. Zo, in één keer door het bos heen. Mooi, dan stop ik met het kamp en dan gaan we door. Welcome to Ballerina. De mooiste stad van de game, maar zo fucking klein. Ja, mij. Stapje. Zo, oké. Loop maar de gym door, ik ga die kant op. Hop, fietsen. Nee. Ook random zo'n stenen gebouw random in het midden ergens. Ja, waarom ook niet? Oké, ik ben binnen. Hallo. Ja, ik wil graag de gym doen. Mag dat? Marnie, shut up.